In de cartoonwereld is Chris Savino een zeer gewaardeerde schrijver voor fans van onder andere Powerpuff Girls, Hey Arnold, The Loud House en een hele berg andere shows. En dus ook My Little Pony. Maar in tegenstelling tot de meeste cartoons waar Chris aan heeft meegewerkt, heeft Chris maar 2 episodes mogen schrijven voor deze show. Waarom dat is, zou ik niet weten, maar ik ben hier niet om dat uit te zoeken. Waar ik hier wel voor ben, is de review van een van Chris Savino's episodes, Ghostbusters. Oh, Celestia, help. Dus deze episode opent met Twilight die een snor tovert op Spike's gezicht. Of beter gezegd, we openen deze episode met een volle minuut nutteloze filler. Oké, kijk, ik waardeer dat de schrijvers wat meer character development erin willen gooien en dat we Twilight daadwerkelijk zien oefenen met haar magie. Maar we moeten ook nut hebben voor de rest van het plot. En spoiler alert, er wordt verder niks met deze snor gedaan. Oké, dat is niet helemaal waar, de snor maakt een comeback later in de episode, maar het heeft vooralsnog helemaal geen effect op het plot van de episode. Dus waarom zit het erin? Na de intro maken we kennis met Sniffs en Snails, die het nieuws over heel Ponyville verspreiden dat er een unicorn een show komt opvoeren in het dorp. Dit weet Twilight en Spike's nieuwsgierigheid wel te pakken, dus ze gaan eens even een kijkje nemen. En ze zijn niet de enige, blijkt. Heel Ponyville lijkt te zijn gekomen. En dan als de show begint, maken we kennis met de pony die erachter zit. Watch in awe as the great and powerful Trixie performs the most spectacular feats of magic ever witnessed by Pony Eyes! En vanaf hier wordt het er niet heel erg gek veel beter op, ben ik bang. De main 6, specifiek Rarity, Applejack en Rainbow Dash, hebben een hekel aan Trixie, omdat ze staat op te scheppen, volgens hun dan. Oké, kijk, dat ze geen fan zijn van Trixie's show, kan ik mee leven. Maar is het echt een reden om haar te haten? I don't really think so. En het wordt nog leuker, als je bedenkt dat ze, als ze de show niet leuk vinden, dat ze ook gewoon weg kunnen gaan. Maar ze kiezen er vooralsnog voor om te blijven en te kijken. En ja, daar hebben ze een reden voor. Omdat ze vinden dat Trixie zich uitslooft en een grote mot heeft over haar magie, willen ze Trixie wel eens even een lesje leren. En ik denk dat we allemaal wel kunnen raden wat er nu gaat gebeuren. Trixie draagt de main 6 uit om hun trucs te doen, om te zien wie er de beste is. Nu moet ik DHX dit wel nageven. De trucs die Applejack, Rainbow en Rarity doen zijn goed geanimeerd, passen heel goed bij hun karakter en zijn gewoon awesome. Het probleem is echter wel dat dit heel hypocritisch overkomt. Zie je, de main 6 hebben een hekel aan Trixie omdat ze volgens hun staat op te scheppen voor heel Ponyville. Dus willen ze aan Trixie even laten zien wat zij kunnen. Dit past niet bij hun karakter. En het wordt er ook niet heel veel beter op aan Trixie's kant. Ze bindt Applejack vast, treft Rainbow Dash met een donderwolk en maakt Rarity's haar groen. Oké, serieus, ik snap dat Trixie niet bepaald blij is met de main 6 omdat ze haar zo belachelijk maken, maar ze zo erg voor schut zetten voor heel Ponyville is gewoon ziek. Dus, de enige pony die haar zou kunnen tippen is Twilight, maar zij weigert om hier aan mee te werken. En ja, daar heeft ze een reden voor. Die reden is dat ze bang is dat haar vrienden haar zouden haten voor opscheppen. En ja, ik vind dat volledig terecht. Als je ziet hoe haar vrienden reageerden op Trixie, is het niet lastig om te zien waarom ze hier niet aan mee wilt werken. Na de show komen Sniffs en Snails even een drankje brengen bij Trixie omdat ze de Ursa Major zou hebben verjaagd. Oh ja, dat was ik bijna vergeten. Trixie heeft kennelijk een best wel hele heftige achtergrond. When all hope was lost, the ponies of Huffington had no one to turn to. But the great and powerful Trixie stepped in and with her awesome magic vanquished the Ursa Major and sent it back to its cave deep within the ever-free forest. Nou ben ik wel eens benieuwd naar verdere details van dit verhaal. Ik begrijp hieruit dat ze de Ursa Major zou hebben verjaagd, tuurlijk. Maar ik ben wel eens benieuwd hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen. Maar nee, wij krijgen verder helemaal geen details van deze strijd die blijkbaar plaats heeft gevonden.
Trixie, dit maakt je verhaal niet geloofbaar, maar mensen met een beetje een hoog IQ zullen zich mogelijk afvragen of dit verhaal wel waar is of niet. Maar ongeacht dat we bijna niks weten van hoe Trixie de Ursa Major verjaagd heeft, zijn Sniffs en Snails trouw aan Trixie. Oké, ik denk dat het wel duidelijk is dat Sniffs en Snails de grootste idioten zijn die je kan bedenken. Het domheidsniveau die deze twee hebben komen in de buurt van het domheidsniveau van Patrick Star van SpongeBob. En dat is een hele prestatie als je dat voor elkaar krijgt. Het feit dat Sniffs en Snails zo makkelijk zo'n leugen geloven, zegt denk ik al genoeg over een niveau van domheid. Were you guys actually there? Well, no, but... But nothing! The proof is in the pudding! Look, unless an Ursa Major comes waltzing up the street for Trixie to vanquish, I am not gonna believe a word she says. And neither should you! Spike, waarom zeg je dat tegen hun? Nou, ik denk dat we nu allemaal wel kunnen raden wat er gaat gebeuren. Sniffs en Snails gaan die Everfree Forest in waar ze een donkere grot ingaan. En drie keer raden wat ze daar tegenkomen. Inderdaad, wat ze daar in die grot tegenkomen is de Ursa Major zelf. Die Sniffs en Snails leiden, zonder enige verrassing, het beest naar Ponyville. Dit is waar Trixie's kwaliteiten pas echt worden getest. Helaas zijn ze volkomen waardeloos. Trixie will vanquish it. I can't. What? Well, I can't. I never have. No one can vanquish an Ursa Major. I just made the whole story up to make me look better. Oh, dus nu vertelt ze de waarheid. Wel een beetje laat, vind je niet? En dit is dan het moment dat Twilight naar voren stapt en hier een einde aan maakt. Ze kalmeert het beest met rustgevende muziek, levitatie en melk en brengt hem terug naar de grot waar hij thuis hoort, diep in Everfree Forest. Oké, hoewel deze scène relatief kort was, moet ik wel zeggen dat dit een van de betere scènes uit de hele episode is. De manier waarop Twilight de Ursa Major uit Ponyville weet te krijgen is heel creatief en zie je niet vaak in andere shows. Niet heel lang daarna vertrekt Trixie. Waar ze heen gaat, ik heb geen idee en het kan me ook eigenlijk vrij weinig schelen. De Sniffs en Snails, omdat ze heel Ponyville in gevaar hebben gebracht, moeten de troep opruimen die de Ursa Major heeft achtergelaten. En dan... Sweet! Oké, Chris Savino. Ik heb heel veel respect voor je werk, oprecht. Ik ben een enorme fan van The Loud House. Ik vind dit een fantastische show. Maar holy sweet mother of Celestia! Als er één episode is die je een grote teleurstelling kan noemen als het gaat om Chris Savino, dan is dat deze wel. De animatie mag dan wel goed zijn en er zijn heus wel een paar scènes hier en daar die ik wel tof vond. Maar als we kijken naar het totale plaatje is het duidelijk dat hier helemaal niks aan kwaliteit te vinden is. Trixie is irritant, de intro was nutteloos, Sniffs en Snails zijn verschrikkelijk dom en it's not even that funny en de main 6 hebben zich hier van hun slechtste kant laten zien. Nu wil ik nog heel even het volgende kwijt. Iedereen heeft een eigen kijkje op deze show en dus verschillende meningen per persoon en dat accepteer ik ook. Heck, ik kan zeker zien waarom sommige mensen bepaalde episodes van de show hebben als hun guilty pleasure, zo gezegd. Dat gezegd te hebben, dit is helaas niet het geval bij Ghostbusters. Ik kan oprecht niet zien wat anderen zien in deze episode. Ik weet dat er mensen zijn in de Brony fandom die deze episode hebben als een guilty pleasure, maar ik kan niet inzien waarom dat zo is. Van alle My Little Pony episodes is dit er een die ik het liefst vermijd.